Hallo, in dit filmpje simuleren we de parallelschakeling van 2 en daarna ook 3 weerstanden. We beginnen met onze batterij. Deze wordt via een geleider aangesloten op 1 weerstand van 1000 ohm. Het weerstandsbereik van deze weerstand is klein, maar er zijn ook grotere weerstanden in deze simulatie. Dus 1000 ohm, een tweede weerstand van 1000 ohm en voor straks een derde weerstand van 1000 ohm. Parallel wil zeggen dat elke zijde, dus de linkerkant, met elkaar verbonden en elke rechterkant met elkaar. Zo zie je iets wat lijkt op een ladder. Je ziet dat er nog geen enkele stroom vloeit, omdat er nog geen gesloten stroomkring is. Plaatsen we onderaan onze voltmeter, dan zien we dat we een spanning hebben over de batterij van 9 volt. Maar nog geen spanning over de weerstand, omdat daar nog niets op aangesloten is. Sluiten we onze eerste weerstand aan, dan zien we dat de stroom zal beginnen vloeien van zodra het circuit gesloten is. Omdat het een weerstand is van 1000 ohm, gaan de elektronen zeer traag, zodat we ze niet op het scherm zien bewegen. Maar als we met onze voltmeter meten, zien we dat we nu wel 9 volt hebben over weerstand 1. Sluiten we weerstand 2 aan, dan zien we dat we nog geen 9 volt hebben. Maar als het circuit gesloten is, hebben we nu ook 9 volt over weerstand 2. En doen we hetzelfde met weerstand 3, dan gaan we uiteraard tot dezelfde conclusie komen dat we ook daar 9 volt hebben. Nu we overal weten dat we een spanning hebben van 9 volt, kunnen we gaan naar de stroom. Bij de wet van Ohm weten we dat de stroom gelijk is aan de spanning gedeeld door de weerstandswaarde. Dus 9 volt delen door een weerstand van 1000 ohm. Dan vermoeden we dus een stroom van 0,09 ampère. Gaan we hier onze draad wegdoen. En ook hier. En ook hier. Dan kunnen we daar amperemeters tussen schakelen. En we zien inderdaad een stroom van 0,009 ampère. 9 delen door 1000. Als we nu nog een stroommeter aan onze batterij schakelen, dan zien we dat daarop staat 0,03 ampère. Dit is een afronding, aangezien dat het een simulatie is, maar het is de som van 0,009 en 0,009 en 0,009. Want de stroom die moet uiteraard uit de batterij komen en die zal zich splitsen in 3 deeltakjes. Als we dus een amperemeter hier zouden plaatsen, dan zouden we zien dat er daar nog 0,18 ampère overschiet, omdat daar van die 0,03, 0,009 van afgaat. En dan schiet er nog 0,018 over, omdat dit eigenlijk 0,027 is, maar het wordt afgerond op 0,03.
Zo zie je wat de parallelschakeling met stroom doet. Er vertrekt een stroom uit de batterij. Deze splitst zich op in twee stukken. Een stuk dat door de weerstand van 1000 ohm gaat en een stuk die verder gaat naar de twee andere weerstanden. Deze splitst zich ook op een stuk die naar deze weerstand gaat en een stuk die zich naar deze weerstand gaat. Dus bij de parallelschakeling wordt de stroom verdeeld over de weerstanden en blijft de spanning overal gelijk. Dat zijn de eigenschappen van de parallelschakeling. En de totale stroom is dus de som van al die deelstromen. En hoe krijg je 0,027 ampère? Door een weerstand te hebben van 1000 ohm deel door 3. In het geval hier 1 op 1000 plus 1 op 1000 plus 1 op 1000. En dat resultaat nog eens 1 op het resultaat.